Jan Smit doet een vervolg op zijn best wel uitgebreide Instagram-post van gisteren. Ja, toen meldde hij dat hij stopt als voorzitter van FC Volendam. Hij nam eigenlijk een beetje een voorsprong op een mail die hij had ontvangen zondagavond van de Raad van Commissaris van de club. Die vertelde dat ze later deze week het hele bestuur gingen ontslaan. En vandaag laat dat bestuur weten ook waarom. Er zouden zogenaamd enorme verliezen zijn geleden. En daardoor zouden ze niet door kunnen met het huidige bestuur. Er zou geen vertrouwen meer zijn. Volgens Jan Smit absolute onzin. Hij zegt er ook bij, ik baal ervan dat ik dit nu in de publiciteit eigenlijk moet uitvechten. Maar hij zegt, ja, ik word nu voor leugenaar uitgemaakt. Want hij zei natuurlijk gisteren, we laten ze na met ja, mooie winsten. Ja. En fijne transfersommen. En de Raad van Commissarissen laat vandaag weten dat ze achterblijven met 2, nog wat miljoen. Nou, Jan zegt absoluut niet waar. 2 miljoen schuld dan? Ja. Schuld. Okay. De Raad van Commissaris van FC Volendam neemt wederom een loopje met de waarheid, zegt Jan. Daardoor word ik gedwongen te reageren. Ik snap dat dit voor veel mensen niet te begrijpen is. Echter, ik laat me niet voor leugenaar uitmaken. En vervolgens zet hij een rijtje neer met alle cijfers. En volgens hem komt de club met een positief overall resultaat van 3 miljoen uit. En dus niet, zoals de Raad van Commissarissen zegt, met een schuld van een negatief eigen vermogen van 3 miljoen. En ze hadden niet eerst gewoon even met elkaar om de tafel kunnen gaan zitten voordat ze dit allemaal dus de hele wereld instuurden. Dat was de bedoeling donderdag, maar doordat mailtje. Die mail uitlekte en Jan dat vervolgens in de openbaarheid heeft gegooid, voelde die Raad van Commissarissen zich geroepen om te vertellen waarom ze dat bestuur dan gingen ontslaan vandaag. Maar volgens Jan liggen de feiten dus toch wel anders.